De belangstelling voor kunst in Suriname is nog niet wat het wezen moet. Dat is wel jammer voor een cultuurrijk land als Suriname. Vandaar dat de beeldenexpositie van Wiegidu verlengd is tot eind juni. Bij de beeldende expositie Sculpturesque zijn verschillende kunstwerken en niet alleen schilderijen te zien. Carla Tuinvoort, kunstenaar en curator van Surinames oudste kunstgalerie Wiegidu, die op de SMS Pier aan de Waterkant in Paramaribo staat, weet dat menig Surinamer denkt dat een expo alleen maar te maken heeft met schilderijen en dat is vaak genoeg waar, maar juist daarom moedigen ze mensen aan deze expo te bezoeken. Wat apart is, is dat we het accent hebben gelegd op beelden, dus driedimensionale beelden. Meestal hebben we bij de exposities schilderijen, je hebt foto's, bij beeldende kunst zie je ook vaak bijvoorbeeld video's, films. Maar je ziet eigenlijk nooit het accent op beelden. Er zijn wel heel veel beelden, vooral in de publieke ruimte. Je weet toch, je hebt een beeld van Pengel op het onafhankelijkheidsplein. Je hebt van Lachman, van nog een paar mensen. Er is een beeld daar op het Valjansplein, een abstract beeld. Dat was ter ere van 100 jaar de Staten van Suriname. Dat was de voorloper van de Nationale Assemblée. Maar er zijn ook gewoon beelden. Voor de Surinaamse Bank is er een beeld van Erwin de Vries, bijvoorbeeld. En hier hebben we dus een kleine collectie beelden, want opeens waren ze in ons vizier. Van hé, we doen eigenlijk nooit iets met beelden. Tuinvoort weet dat kunst niet altijd op een hoog niveau wordt gedragen in Suriname, maar dat dit heden ten dagen vanuit het ministerie van Onderwijs meer aandacht verdient. De curator zegt dat het jammer is dat er alleen belangstelling voor kunst is vanuit de jeugd als zij een werkstuk moeten maken. Het gros van de bezoekers zijn altijd volwassenen die de expo bezoeken, meent Tuinvoort. Maar het gaat erom, het is niet structureel. Het hoort structureel in het pakket te zijn. In het ontwikkelingspakket, in het schoolpakket wat de kinderen krijgen. Dat ze vanaf jaar nul algemeen gevormd worden, ook door kunst. Dus ook muziek moeten ze krijgen, volgens mij. Tekenen en schilderen. veel lezen, dat is erg belangrijk. Even kijken. Ja, en dan natuurlijk, daar hoort dan bij dat je concerten gaat bezoeken onder auspiciën van de school of kunstexposities, weet je, en dat je daar verslagen van maakt. En als er talenten zijn, dan komen die vanzelf naar boven drijven. De expo Sculpturesque blijft in de gallery staan tot en met 30 juni aanstaande.